Als we het hebben over de Japanse economie, dan wordt er natuurlijk al heel gauw gesproken over de zogenaamde verloren decennia. Maar de vraag is natuurlijk wat we daar juist onder moeten verstaan. Wel, het begon natuurlijk allemaal met het uiteenklappen van de Japanse vastgoedzeebel begin jaren 90. En dat sleurde op zijn beurt de Japanse banken mee. Het financieel systeem kwam zwaar onder druk en vele banken hadden heel veel slechte leningen op hun balansen staan. Eigenlijk werd daar vrij lang mee getalmd om dat probleem op te lossen. Het was pas eind jaren 90 dat die herstructureringsmaatregelen op poten werden gezet en dat de Japanse banken ook terug geherkapitaliseerd werden. En dan in een tweede fase natuurlijk kwam die vergrijzingsdynamiek daarbovenop. En die combinatie van redelijk lang wachten met het oplossen van de problemen in combinatie met de stevige demografische tegenwind zorgde vervolgens voor lage economische groei, structureel lage economische groei, spaaroverschotten in de privésector, lage inflatie, zelfs deflatie verschillende jaren, oplopende overheidstekorten, oplopende overheidsschuld en een aanhoudend lage rente rond het nulniveau. De eurozone heeft er natuurlijk een zeer moeilijk decennium op zitten met de grote financiële crisis van 2008-2009 en ook de eurozonecrisis. Zeer lage groei, zeer lage inflatie, spaaroverschotten in de privésector en aanhoudend lage rente. Dat zijn allemaal gelijkenissen met Japan. Maar het is toch ook belangrijk om een aantal verschilpunten, om een aantal nuances aan te brengen. Ten eerste kan je stellen dat de Europese beleidsmakers over het algemeen genomen iets drastischer en sneller zijn opgetreden met betrekking tot het stimuleren van de economie en het hervormen van de economie. Daarom hebben we in Europa bijvoorbeeld ook nooit die echte grote deflatoire krachten gezien. Ten tweede moeten we ook een onderscheid maken tussen een aantal essentiële kenmerken van beide economieën. Japan en de eurozone zijn niet geheel qua structuur, en dan heb ik het meer bepaald over het karakter van het financiële bankaire systeem en de manier waarop de bedrijven worden aangestuurd. En ten derde, de mate van demografische tegenwind. De impact van de vergrijzing die is toch ook veel feller in Japan als je het vergelijkt met de eurozone. In de volgende 20 jaar zien we bijvoorbeeld dat de actieve bevolking in Japan veel sneller krimpt dan in de eurozone. Het is dus duidelijk dat er wel degelijk een aantal verschillen zijn tussen de eurozone en Japan. Maar het is nog maar de vraag of het wel zo zinvol is om die vergelijking op de spits te drijven. Ten eerste, er zijn zeer veel verschillen, economisch gezien, tussen de landen in de eurozone. En ten tweede, als je spreekt over een Japans scenario, dan heeft dat al heel gauw een negatieve bijklank. Terwijl in werkelijkheid de Japanse samenleving harmonieus is en de economie en de mensen daar een hoge levensstandaard kennen. Dus belangrijker voor Europa, voor de eurozone, is om de werking van de eurozone terug op de rails te krijgen en de noodzakelijke hervormingen door te voeren naar de toekomst toe. Want een gebrek aan daadkracht is en blijft naar de toekomst toe wellicht de grootste uitdaging.